Nou, ik ben Thijs de Lange, ik ben 21 jaar, de jongste deelnemer voor minister van Gehandicaptenzaken. Ik woon in Zaandijk en ik studeer taal en communicatie en Frans aan de UvA. Thijs, je hebt je kandidaat gesteld als minister Gehandicaptenzaken. Ja. Waarom? Omdat ik aan de UvA als lid van het Student Disability Platform heb geleerd of gezien dat ik het leuk vind om belangen te behartigen. Er voor andere mensen te zijn, ze te helpen en te zorgen dat ze een beter leven kunnen hebben. Nou, aan de UvA ging het vooral over studeren. Het leek me nu leuk om dat naar een hoger plan te tillen. En daarnaast vind ik het ook gewoon heel leuk om dat in de publieke ruimte te doen. Dus het is tweeledig. Heb je politieke ervaring? Nou, in die zin dat ik aan de UvA in de opleidingscommissie heb gezeten. Voor de rest nog niet heel erg, maar ik heb wel politieke interesse. Maar ik heb nagedacht of ik mij aan een partij wil verbinden. En dat vond ik toch lastig. Omdat je toch in een soort kleur dan moet passen. En het fijne van deze functie vind ik dat het wel politiek is, maar geen partijpolitiek. Dus je kunt vrijuit praten en daar hou ik van. Ben je iemand die graag samenwerkt met andere partijen? Ja. Ik denk ook dat de minister van Gehandicaptenzaken een verbinder moet zijn. En ik weet heel snel wat er moet gebeuren en wie ik nodig heb om te bereiken wat ik wil bereiken. Kun je voor al die groepen opkomen? Nou, niet als ik het alleen zou doen, want dan zie ik net zoveel over het hoofd als ieder ander. En daarom wil ik heel graag praten met mensen die zelf een ander soort beperking hebben of nou betrokken zijn met mensen met andere soorten beperkingen, zodat ik weet waar zij tegenaan lopen. En hoe zie je jouw functie bij de KRO-NCRV? Ben je boegbeeld? Wat ben je? Nou, ik vergelijk het zelf altijd als ombudsman. Nou, heeft dat misschien een wat negatieve connotatie, omdat de ombudsman alleen opkomt als er dingen fout gaan. Maar ik denk wel dat het een soort strijder voor de goede zaken moet zijn. En hoe zie je je contacten met Den Haag? Nou, rooskleurig. Ik heb al begrepen dat Hugo de Jonge in gesprek wil gaan, dus daar wil ik zeker op ingaan. En ik schil ook niet andere partijen aan te spreken als ik nodig heb. Wanneer is het voor jou geslaagd? Het is voor mij geslaagd als men in Nederland ervan doordrongen is dat mensen met een beperking een beperking hebben, maar meer zijn dan een beperking. En men dus ziet dat ook mensen met een beperking talent hebben en dus net zo goed aan een baan of aan een studie net zo goed mee kunnen doen als ieder ander. Waar het bij mij vooral om gaat is toch de arbeidsmarkt. Mensen met een beperking in Nederland komen moeilijk aan een baan, terwijl ze wat mij betreft wel gewoon de kwaliteiten en de drive en de doorzettingsvermogen hebben om aan een normale baan te komen en dat ook verdienen. En dan in gesprek gaan met werkgevers, organisaties om hen ervan te doordringen dat mensen met een beperking gewoon in normale sollicitatieprocedures aangenomen moeten kunnen worden. Maar er zijn ook wat andere concrete dingen. Zo wil ik graag dat een gebarentolk komt bij persconferenties. Omdat voor doven de gebarentaal de eerste taal is en het Nederlands pas de tweede taal. En je wilt toch geïnformeerd worden in je moedertaal. Tegenwoordig zie je dat heel veel mensen met een handicap onder een minimumloon moeten gaan werken. Ja. Wat vind je daar dan van? Nou, dat vind ik echt bespottelijk. Want mensen met een beperking hebben niet zelf gekozen voor die beperking. Maar mensen met een handicap willen wel gewoon meedoen in die samenleving. En gewoon
normaal kunnen leven. Het is een basisrecht, lijkt mij. Je salaris is natuurlijk marktconform bij de KRO. Ja. Ja, ja, nee, dat is mooi, dat is mooi. Ja, ik vind ook eigenlijk dat er een minister moet komen die zelf een beperking heeft. Want als KRO-NCV wil je toch het voorbeeld geven. En als het niet iemand is met een beperking, dan heeft hij dus één beeld dat dus de belangenbehartiger zelf geen beperking heeft. En twee, voelt of ziet degene die geen beperking heeft wel hoe het is om een beperking te hebben. Ja, als je dus bang van bent of als je omgaat met mensen met een handicap. Maar je voelt het niet. En ik denk dat voor deze functie het uitermate belangrijk is dat je zelf voelt hoe het is om te leven in Nederland met een handicap. Ik wil graag winnen, dat is zeker. Hey, hoe ziet de ondersteuning van de nieuwe minister eruit? Heb je staatssecretaris? Nou ja, kijk, het is natuurlijk niet een echt ministerie, maar ik krijg wel een personeel bij KRO-NCV. Maandag is de grote dag, hè? Ja. Heb je al enig idee hoe die dag eruit gaat zien? Het duurt een uur, van 9:15 tot 9:15. En dan halverwege kiest de jury 3 uit de 6 op basis van de campagne die we gevoerd hebben. En daar kiest het volk dan de eerste minister van Gehandicaptenzaken. Wij gaan je volgen. Ja. En veel succes, ook namens de Participatie TV. Ja. Nou. Wij hebben natuurlijk geen voorkeuren. Maar ik denk dat je in ieder geval een van de goede kandidaten bent. Nou, dat is mooi om te horen. Tot ziens. Kom op mij. Iedereen erbij. Thijs.